zich vind ik het leuk hoor, om nieuwe kleding te hebben. Dat is wel een lekker fris gevoel, hè. Maar dan heb ik het leuk met mijn vriendin, maar de dingen eromheen vind ik dat zo jammer. Dan denk ik van, waarvoor moet dat nou, weet je? Dan leg ik twee broeken op een toonbank neer. En dan zegt zo'n verkoopster, oké, dit wordt het. Weet je, maar ik vind sommige dingen zo logisch. Zo duidelijk al. En het is niet het grootste wereldprobleem, weet ik ook wel. Maar ik ga al van huis af met het idee van, oh, het zinnetje gaat weer komen. En het komt uit mijn tenen ook altijd. Ja, ja, dit gaat het worden. Ik lach ook altijd zo nog. Ja, dit gaat het worden. Man, man, man. 6 kilo kwijt aan negatieve energie. Zo, dit gaat het worden. Nee. Nee, nee, nee. Ik ben Ruud, ik heb een enorme dwangneurose. Ik haal systematisch kleding uit de rekken vandaan. En die leg ik op toonbanken neer. Nu ga ik 4 andere broeken halen. Eigenlijk moet je... Eigenlijk moet je ook hopen dat er zo'n verkoopster naar je toe komt die nog niet weet wat er aan de hand is ook. Kan ik jou misschien helpen? Ja, alles wat hier hangt moet naar de toonbank toe. En nou ga ik het magazijn in. En nou moet niet tegen, ik ben Ruud, ik ben helemaal van het padje. Ik eigenlijk ook 8 keer heen en weer lopen ook zo. Op die toonbankstapel ook, die je niet meer ziet zo. Zo, ik ga weer naar huis. Vouw jullie wel eens op? Doei, doei. Soms ook. Dan ben je kleding aan het zoeken, hè? Dan ben je zo medium large, extra large, hè? De betere kledingzaken hebben vaak al die maat in huis. En dan voel je in je hoek voel er eentje aankomen lopen, hè? Als een soort haai. Dat je denkt, ja lieverd, ik kan even niks met je nu. Maar ze willen meer, hè? De kleding vouwen en afrekenen. Ook sociaal zijn ze begaafd. Hoi, hoi, hi. Zoek jij wat speciaals? Dat is zo'n mooie zin, ik heb erover nagedacht. Dat zinnetje klopt echt niet. Nee, stel nou dat je gewoon een rode spijkerbroek zoekt. Je ziet toch zelfs snel dat het niet tussen die blauwe of die zwarte spijkerbroek hangt. Of dan moet je geen jas gaan omschrijven en dan gaat zo'n half uur deze dan. Nee, deze dan. Dit is toch... Dat is onzin. Jij zoekt wat speciaals? Ja. Ik zoek zo'n grote rode goudvis. Die Henk Mouwen kan zeggen. Die moet jij zoeken. Ik denk dat we die niet verkopen, meneer. Nee, wanneer komen ze weer binnen? Ik denk dat we best wel naar een dierspeciaalzakker gaan. Dan ga ik nu lekker naar een dierspeciaalzak toe. Dag, dierspeciaalzak. Dag, meneer. U zoekt wat speciaals. Ja, een broek. Ja, ja, ik denk dat we naar een kledingzakken gaan. Ja, maar ja, daar ben ik net geweest. Ik word een beetje van het kastje naar het muurtje gestuurd op deze manier, hè. Ik ben niet echt een tevreden klant. Terwijl zie ik eruit een tevreden klant? Nee, hè, ben ik niet, hè. Nee. Eigenlijk zou je er gebruik van moeten maken dat kledingverkopers altijd hulpvaardig zijn, toch? Ze komen altijd naar je toe, kan ik wat voor je doen? Kan ik je helpen? Ik heb zo vaak dat mijn auto weer eens niet start of zo. Of ja, dat er 6 grindtegels naar de schuur moeten. Gewoon gaan shoppen. Nou, dat is ook wel een leuk truitje, zeg. Gewoon dat boordje zo. Hoi, kan ik jou misschien helpen, of niet? Ja, dat denk ik zeker wel. Want ik zit naar dat shirtje te kijken en ik zat me af te vragen van... Er moeten 6 grintegels naar de schuur. Ja, ik ben bang dat ik alleen maar binnen deze 4 muren kan helpen, meneer. Prima, dan mag je met deze salve even mijn herpesinfectie insmeren. Daar heb ik niet zo'n zin in. Nee, ik ook niet, maar het moet toch gebeuren.